Welkom bij een nieuwe video. En ik heb vandaag deze puzzel ontvangen. Het is vandaag 2 juni 2023. En ik heb vandaag deze puzzel ontvangen van Jan van Haasteren Studio 10 jaar. Het is echt een jubileumpuzzel. Want de Jan van Haasteren Studio die viert haar 10-jarig jubileum. Tekenaar is Rob Derks. En een paar dingen die hier over deze puzzel te vermelden zijn. Deze puzzel die werd onthuld tijdens het NK Puzzelen op 7 mei van jongsleden. En het maakte eigenlijk onderdeel ook uit van de Jan van Haasteren XXXL puzzel, moet ik hem goed zeggen, van 30.200 stukjes. Daar zaten namelijk 10 puzzels in. En dit was de laatste die nog onbekend was. En iedereen was natuurlijk ontzettend benieuwd welke 10e puzzel nou nog onbekend was. Want dit was de enige nieuwe puzzel in die 30.200 stukjes. Dat was dus deze en die werd dus onthuld tijdens het NK Puzzelen. Ik heb hem iets later ontvangen, omdat ik hem samen met een andere puzzel met Zomerfeest heb besteld. En daarom heb ik hem nu pas binnen. Tekenaar is Rob Derks. En de Jan van Haasteren Studio, misschien ter toelichting, die bestaat uit Dick Heijns, Rob Derks en Jan van Haasteren. En we kunnen al meteen even een blik werpen. Dick Heijns, Rob Derks en Jan van Haasteren zijn de tekenaars. De puzzel is ook geïnspireerd door de Jumbo puzzelfabriek die in Zaandam staat. En daar hebben ze allerlei scènes en bekende personen hieruit. Ik zal dit nog wel gaan toelichten in een andere video. Maar ik heb ontzettend veel zin om deze te maken. En het is gewoon een hele leuke puzzel, denk ik.